Leuk dat je kijkt naar mijn vlog. Ik ben Inge. Ik zit in het tweede van het Felix College Meenpark. Ik ga je vandaag rondleiden en vertellen waarom ik het een geweldige school vind. Ik vind Meenpark zo'n geweldige school omdat er verschillende leerlingen op zitten. Je kan er bijvoorbeeld MAVO, HAVO, Atheneum en Delta doen. Als je HAVO, Atheneum of Delta doet, kan je hier alleen terecht voor de onderbouw. Als je naar de vierde gaat, ga je naar een andere school. Maar dat is niet erg. Nee, echt niet. Nu we toch nog buiten staan, kan ik jullie de borden laten zien waar alle scholen op staan waarmee het Felix College Meenpark samenwerkt. Wij zijn namelijk een ELO-school. Er is hier op het Meenpark veel aandacht voor internationalisering. Dan werk je bijvoorbeeld samen met andere leerlingen uit andere landen aan een opdracht. We hebben bijvoorbeeld een brief gestuurd naar leerlingen in het buitenland. Ook gaan we op excursies. Wij zijn vorig jaar in Engeland geweest. En buitenlandse leerlingen kwamen hier op bezoek. We kijken hier wel verder dan alleen naar Apeldoorn. Hallo Inge. Dit jaar zijn de leerlingen begonnen met de nieuwe leerroute, Delta. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, natuurlijk. Het belangrijkste is het individuele leerplan. Iedere leerling heeft een eigen plan waarin staat welke vakken hij of zij heeft gekozen. En op welk niveau je de vakken doet. Je kunt vakken doen op een hoger niveau. Naar welke vaardigheden dat je werkt en welke rol je hebt in school. Leerlingen gaan langer naar school. Ze beginnen om 9 uur en zijn pas om 4:30 uit. We hebben dan wel een uitzicht af. En als je naar een lesdag kijkt, er is de lessen duren kort. Er is veel tijd om zelf te werken en er wordt veel aan projecten gewerkt. Dat is Delta. Dat is leuk. Oh ja. En je zit 3 jaar lang in dezelfde klas met dezelfde leerlingen en dezelfde mentor. Ik zit zelf in een normale HAVO-Atheneum-klas. En wat ik fijn vind aan deze school is dat we maar 4 lessen van 80 minuten per dag hebben met vaste begin- en eindtijden. We hebben ook een hele sportieve school. Meenpark is namelijk een loodschool. Dan krijg je als jonge sporter meer mogelijkheden om school met sport te combineren. Heb je geen loodstatus? Geen probleem. Het Meenpark werkt ook samen met de FSG Academy. Verder kan je ook opgeven voor sportieve plusvakken. Ook doen we mee met de Olympic Moes. Dat is het grootste scholieren sporttoernooi van Nederland. En als dat nog niet genoeg is, gaan de brugklassen ook nog een dagje op wintersport. Het Meenpark heeft 2 overzichtelijke gebouwen en die ga ik jullie nu laten zien. We hebben ook een heel leuk schoolplein waar je in de pauzes kan chillen. Heel leuk zo'n middelbare school, maar niet iedereen heeft het makkelijk. Sommige leerlingen hebben hulp nodig. Daar heb je een mentor voor. Hoi. Hoi mevrouw Owens, kunt u iets vertellen over de begeleiding hier op het Meenpark? Ja. De mentor die helpt jou met verschillende dingen hier op school. Die helpt je met je schoolse dingen, dus hoe het met je huiswerk gaat, met het plannen daarvan. Maar ook als je een vak bijvoorbeeld lastig vindt. Daarnaast ook van of je het naar je zin hebt hier op school. Of heb je misschien problemen, dan helpt je mentor je daarbij. Je mentor is ook je aanspreekpunt voor je ouders, maar ook voor de collega's om te kijken hoe het met jou gaat. Zodat we met z'n allen ervoor zorgen dat je het naar je zin hebt. Hey Inge, heb je al wat verteld over het ICT en gebruik van laptops? Nee. Op het Felix College Meenpark maken we veel gebruik van ICT. Ze mogen bijvoorbeeld laptops gebruiken in de les. Dat kunnen we gebruiken voor opdrachten of om dingen op te zoeken op Google. En we leren met digitale spelletjes, zoals code. Als je hier op school komt, kan je kiezen uit plusvakken. Dat doe je 2 keer in de week. Je week wordt er gelukkig niet langer van. Je kan kiezen uit sportplus, voetbalplus, volleybalplus, hockeyplus, exploreplus en expressieplus. Nou jongens, dit was de rondleiding op het Felix College Meenpark. Willen jullie meer informatie? Bezoek dan onze website. Of kom naar onze doedagen en open dag. Ik vond het in ieder geval erg leuk om deze vlog te maken en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ook hoop ik jullie volgend jaar allemaal te zien op school. Doei!